Die Alwyn Vincent, een historische stoomaangedrewe sleepboot, het maandag uit die VNA waterfront vertrek op een tocht van sowat 400 kilometer tot een verliersdorp. Die 47 meter lange boot wordt gesleept door een zwaar vrachtmotor met een laabed sleepwa. Die Vincent volg een ompad via Saldanha, Malmesbury, Moreesburg, Riebeek West, Woolsley en Woester. Die sleepboot wat tussen 1959 en 1983 in Mosselbaai diens gedoen het, is in 2010 door die verliersdorpse tak van die Weskaapse Veteraan Trekker en Engine Club gekoop. Ons weet nog nie hoe ver ons gaan kom elke dag nie. Hulle praat van of 4 of 5 dae wat het gaan vat. Kijk, die grootste ding was die geld insamel. Ons moes 500,000 rand by mekaar maak. Dit was van borge, geskenke en ook maar die adverteerders wat se baniere op die boot hang by die kante. So dit het die meerderheid eintlik maar van die geld ingebring. Dit was die grootste. Verder moes ons die hele boorbou afhaal van die boot. En dit was nie net om te sny en oplig nie. Daar was een klomp pijpe wat ons moes eerst maar losmaak. En dit het eintlik maar vir ons sade daar van 1.5 jaar gevat om recht te wees om die boorbou te kan aflig, wat eerst maar laas vrijdag gebeur. En vertel vir ons, hoekom ry hulle so groot ompad? Omdat die hoogte en die breedte van die trein, jy kan maar sê, en die lengte, hy is 47 meter lang van die trekker tot die stoter. En die draaisirkel op die binnenkant is 10 meter en die buitenkant is 20 meter. So dis draaie en brug en oorhoofse se drade. Wat word nou van die boot? Ons gaan om by ingenieursplek, Dennis Verloon ingenieurswerke parkeer. En dan gaan ons die boiler laat toets en alles. En dan gaan ons die boorbou weer opzet en al die pijpe opkoppel weer wat ons so lang gevat het om los te maak.